President Chandrika Prasad Santokhi heeft besloten dat er voorlopig geen nieuwe ambtenaren in dienst genomen mogen worden. Hij informeerde de ministers afgelopen week middels een brief over deze personeelsstop. Dit houdt in dat er geen nieuw personeel in dienst genomen mag worden ten laste van de overheid. In de brief laat de president optekenen dat de personeelsstop geldt voor de ministeries, semi-parastatale instellingen en parastatale instellingen. Alle sollicitaties die in behandeling zijn bij de voornoemde organen worden met onmiddellijke ingang aangehouden. Santokhi rekent op een strikte uitvoering hiervan en vraagt de ministers nadere instructies af te wachten.